Goedemiddag, we zijn in Rotterdam bij de Bunker. En waarom zijn we hier? Het is de eerste training van onze voorbereiding. De eerste training samen met Herbalife weer. We zijn daar met Herbalife Nederland en Strong Viking Run. En heel veel toffe influencers. En we gaan trainen vandaag. Ik heb het parcours al even gecheckt. Best heftig op de zaterdagochtendmiddag. Na een flinke rit met spierpijn. Maar we got this. Alleen ik heb mijn normale outfitje nog aan. Dus ik denk dat ik ga omkleden. En dan ga maar. Ga je mee? Yo, ik heb mijn outfit aan. We zijn klaar om de bunker te trotseren. Dus let's go, we gaan naar binnen. Zit erop. Ik zit hier met Charlotte van Charlie's Kitchen en volgens mij had ze het wel een beetje zwaar. Waarschijnlijk gaat ze niet zeggen van niet, maar ik ben benieuwd. Een beetje zwaar. Wat vond je ervan? Dat is lekker. Ik deed het hartstikke goed. Nee. Charlotte ging lekker. Ik ging lekker. Nee, het was best wel zwaar. Ik heb mijn handen liggen ook best wel open. Maar ja, ik vind het echt super tof. Ik hou wel van een uitdaging en ik ben niet bang, dus ik probeer het gewoon. Ik ben wel vaak op mijn mondje gegaan op mijn stoel. Plastische chirurgie was inbegrepen, dus dat komt allemaal wel goed. Wat vond je de lastigste? Tegen die houten rechte muur aan. Want je rent letterlijk tegen de muur aan. Maar hij is gelukt uiteindelijk, na 6 keer met mijn hoofd er tegenaan. We zijn al een tijdje bezig met, hoe lang zijn we nu bezig? 4 weken of zo? Ik denk 6. 6? Ja. 6 weken. En wat vind je ervan tot nu toe? Je bedoelt met voeding? Ja, gewoon alles eigenlijk. Ja. Trainen, voeding. Ja, zeker. Ik deed niet mee met een specifiek doel om af te vallen of aan te komen. Mijn doel was echt energieker worden en sterker worden. Omdat ik net uit mijn burn-out ben. En ik ben nu 6 weken verder en ik word wakker met energie. En ik heb er weer zin in. Ik ben begonnen met trainen. Dus ja, zeker. Voeding en bewegen is zo belangrijk. Spierballen bij Charlie's Kitchen hoor. Ja, die kitchen die wordt nou ingeruild voor de gym, denk ik. Ja, zeker weten. En dit helpt ook zeker mee. Dus ja. Ik heb er echt heel veel zin in. Heel leuk team. Dat is niet mijn team helaas, maar uiteindelijk doen we het toch met z'n allen. We zijn met 16 hele leuke mensen. Ja. En ik denk dat we nu nog even een shake gaan pakken, een beetje gaan kletsen en uiteindelijk weekend gaan vieren. Vlammen! Ik zeg doen. En welke supplementen ik gebruik voor de voorbereiding op de Strong Viking is de Herbalife ontbijtshake. Die gooi ik in plaats van een normale shake in pancakes. Vervolgens, als ik krachttraining doe, gebruik ik kracht herstelshake en anders de cardio, de endurance shake. Als toevoeging gebruik ik de supplementen, dus de visolie, de vitamine D voor het slapen gaan, magnesium, etc. Eigenlijk gewoon een complete plaatje om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de run. En we hopen een mooie prestatie neer te gaan zetten. Met dank aan de Herbalife producten. Yo, dit was hem dan weer. We hebben getraind, we hebben shake gehad, we hebben wat gegeten, we hebben bijgekletst. Want we hebben elkaar natuurlijk een maandje niet gezien. En nu is het de wonderlikken tot de volgende. Dat is 12 mei, dat gaat ook de volgende video zijn. En daarna is 19 mei. Ja, is de Strong Viking Run al. En voor mij de 19 kilometer, voor de andere groepen de 13 en de 7. En dat gaat tof worden. Tot de volgende. Ciao.